Ik weet nog dat we allerlei suggesties hebben gedaan. Ja. En die zijn door jullie allemaal geïnventariseerd. En ik ben benieuwd hoe ze het formuleren. Wat de reactie van de gemeente daarop was. Ja, de wethouder is er. Ja. Er kan die daar wat over zeggen? Ja, dat wil ik wel. Maar misschien is er een microfoon over. Kom maar. Het past helemaal in de fietsvisie 2040, waar wij het straks met elkaar over gaan hebben. Ja, kijk, de lijst die u aangaf van wat heeft de gemeente daar mee gedaan, dat weet ik zo 1, 2, 3 niet. Ik weet niet op detailniveau waar in het contact wat u hebt met onze verkeerskundigen, wat er wordt opgepakt en wat niet. Ik denk dat jij aardig wat vragen hebt gekregen waarop jij het antwoord schuldig moet blijven. Nou, volgens mij valt het best mee. Heel veel mensen hebben vragen gesteld over bijvoorbeeld de F-35 en hoe dat nu gaat. En daar zijn we als college nu ook mee bezig om daar wat voorbereidingen in te treffen. Dat we wel wat stukken kunnen aanleggen met subsidie vanuit de provincie. En als dat zo gereed is, dan gaan we dat zo snel mogelijk aanleggen. Maar dan moet de raad natuurlijk wel eerst een akkoord op geven. En bijvoorbeeld ook het stukje bij de ijsbaan, hè, dat fietspad wat daar ligt, werd ook een vraag over gesteld. Wanneer gebeurt dat nou? Nou, de raad heeft bij de begroting 2019 ook daar het geld voor gereserveerd. Dus ik verwacht dat dat dit jaar ook opnieuw wordt aangelegd, zodat dat ook weer een veilige fietsroute is. Uiteindelijk. En het idee dat je meer klanten krijgt als je een parkeerplaats voor de deur hebt, ik geloof er helemaal niks van. Yeah. Om in de stad te komen, dat is, of het busverkeer moet heel goed zijn, maar ik vind wel dat je dan om de stad heen wel parkeermogelijkheden moet hebben en dat je van daaruit dus makkelijk de stad in kunt komen en autovrij. Ja, we zijn vanavond in ieder geval in een ledenvergadering bijeen en belangstellenden waren natuurlijk ook welkom, zijn ook gekomen om te vertellen wat wij het afgelopen jaar als Fietserbond Almelo-Wieren hebben gedaan. En ik heb de activiteiten benoemd die wij hebben gedaan. En was natuurlijk ook benieuwd wat de mensen die hier aanwezig zijn ook vinden van het fietsen in Almelo en of zij ook nog obstakels tegenkomen. Het is in ieder geval zo dat de F-35 in Almelo wel aardig in orde is op een wat moeilijke punten na. Maar dat je niet vanuit Almelo richting Hengelo kan fietsen, ook niet richting Wierde kan fietsen, tenminste langs de F-35, en ook niet naar Vriezeveen kan fietsen.